Het is de week van de mentale gezondheid. Ik ga langs verschillende In Holland locaties om te kijken wat studenten weten over sociale binding. Dat je zeg maar gaat netwerken, niet alleen met medestudenten, maar ook voor met docenten. Je netwerk is heel belangrijk, zo kom je op verschillende plekken. Het helpt ook gewoon. Je leert ook beter praten, jezelf goed presenteren. En het is best wel belangrijk, vind ik. Ja, saamhorigheidsgevoel in de klas, denk ik. Of de mensen op school niet alleen als klasgenoten ziet misschien, maar ook meer als... Dat je buitenschool misschien iets met elkaar kan gaan doen. Ik vind dat SSC, dat ze wel genoeg doen daaraan. Ze geven dan feestjes of meetings om studenten bij elkaar te brengen. Wat ik heel goed vind. Zo ontmoet je elkaar, kan elkaar spreken. In het eerste jaar van mijn opleiding was er een speciale dag. Aan het begin van het jaar, de Power Day heette die. En daarin ging je dus praten over jezelf. En dan ging je verbinding met elkaar zoeken, zogezegd. Om dichter tot elkaar te komen. En verder heb je ook verenigingen waar je natuurlijk bij aan kan sluiten. Ik zelf niet, maar er zijn wel mensen om mij heen die zich daarbij aangesloten hebben. Meer misschien naar andere klasgenoten toetrekken en dat je misschien meer thuis voelt, zodat je met een fijne gevoel zelf ook naar school kan gaan. Ik denk dat docenten best wel een belangrijke rol kunnen spelen. Meer in de zin van dat het voor ons af en toe ook best wel spannend kan zijn, zeker als je voor het eerst naar school gaat. En dat docenten daar dan best wel een belangrijke rol in kunnen spelen van bepaalde lessen die ze kunnen geven of activiteiten kunnen verzinnen die ons als student weer meer naar elkaar kunnen brengen. Docenten niet heel erg. Ik heb al decanen die helpen daarmee. Als je waarmee zit, dan kan je bij een decaan terecht en die kan je ondersteunen of helpen. Als je met iets zit en die weet dan de verbinding te leggen tussen het probleem waarmee je zit en de oplossing gerelateerd daaraan. Ik denk dat ze heel erg open moeten zijn. Heel veel docenten die ik heb gehad staan ook gewoon altijd open voor een gesprekje. Maakt niet uit waar het over gaat, of het nou iets is waar je mee zit. Of over iets simpels als gewoon voetbal. Als je gewoon een paar raakvlakken hebt, dan ga je veel sneller naar iemand toe. Als je een docent zo goed vertrouwt en als je zeg maar al leuke gesprekken met diegene hebt, dan ga je daar natuurlijk eerder op afstaffen dan wanneer je die docent eigenlijk helemaal niet persoonlijk kent. Er zaten wat goede tips in deze video om meer met elkaar te verbinden. Weet, als je ergens hulp bij nodig hebt, dat In Holland je altijd wil helpen.